Kruisje komen. Ja, een jaar bezig. Je hele leven is wel een beetje op zijn kop gezet, denk ik. Ja, zeg dat wel. Alles wordt aangepast, school wordt aangepast, meer trainen. Ja, en de tijden gaan ermee vooruit, dus dan is het alleen maar positief. En je hebt hier nu nog wel een maand of vijf over om helemaal op je top te kunnen. Bas Zacke, op weg naar Rio! We raken niet uitgepraat over al dat oranje wat straks naar Rio gaat. We hebben hier al van hem genoten. Hij heeft heel veel mogelijkheden straks. 100 vrij, 400 vrij S10, 100 rug S10, 200 wissel SM10. Nou ja, al die wereldrecords dit weekend ook. Olivier van der Voort! Jouw carrière is ook stormachtig verlopen, Olivier. En jij kunt het tenminste zeggen. Ik sta ook bij de valide zwemmers op het podium. Dat deed je op de 200 meter rugslag. De 100 meter rugslag, dat lijkt de afstand die jij het liefste zwemt. Vanwege al die records. Is dat ook zo? Nou, ik vind 200 rug ook leuk. En daar kom ik ook goed vooruit. Dus alle twee wel leuk. De 200 rug is niet olympisch. Nee, maar ik moet een beetje afwisseling houden. Dus, Maar de 100 rug, dat gaat het voor jou worden in Rio? Ja, klopt. Dan gaan we het mee doen. En als ik jou hier die progressie zie maken. Hoeveel is er nog mogelijk volgens jou? Ja, er is altijd heel veel mogelijk. En wie weet, ga op naar de 57. Kijk eens aan, dat wil ik horen. Olivier van der Voort. Een ploegje? Ja, zeker een heel mooi ploegje. En als ik jullie zo bezig zie, dan denk ik, nou, dat gaat iets heel moois worden in de komende tijd. Wij wensen jullie allemaal buitengewoon veel succes. Heel veel kippenvelmomenten, heel veel mooie klasseringen, medailles en noem maar op. Mark, hebben we nog meer mensen aan het woord of... Nee, ik hoor net dat er vraag of ik nog een foto gemaakt. Een teamfoto voor het fotomoment. Maar goed, dan kunnen wij hier afsluiten. Geniet nog allemaal van hier ons samen zijn. Jullie succes in Rio, de EK-ploeg van Londen ook een succes daar en de aanstaande Olympiërs eveneens. Allemaal dankjewel en wel thuis op deze